Jan en ik zijn in de enige Nederlandse brillenfabriek. Koen zit tussen de schapen, want hoe vindt een lammetje zijn moeder? Leuke shots, denk ik. En Jetske en Kenzo gaan over een zware stormbaan. Dit is Willem Wever. Zo, hoe bedoel je fanatiek, Kenzo? Dit is Kenzo. Hij is 11 jaar, heeft 3 zwemdiploma's, wil politieman worden of het leger in en hij zit op kickboksen. Nou Kenzo, vertel eens even, waarom hangen we hier? Nou, ik wil graag weten hoe het is om een storm aan te nemen. Waarom wil je dat weten? Nou, ik wil graag bij de politie of het leger en dan wil ik weten hoe het is om daar te zitten. Nou, dat wordt dus een uitdagende dag met jou. Ja. Ik heb er zin in. Zo overleven we die stormbaan wel, hè? Ja. Bovenop een heftruck. Ja, Jetske en Kenzo, geniet nog maar even van je rust. Want het is de bedoeling dat jullie helpen de stormbaan op te bouwen... waar morgen duizenden mensen overheen moeten. Hier hebben we een paar rijen strobalen. En dan komen er mensen vanuit die kant aangerend. En dan gaan ze hier overheen springen. Ja. En lopen ze het parcours door die kant op. En die strobalen zijn er dan eigenlijk voor dat ze gelijk een hindernis vlak na de start voor hun kiezen krijgen. En dat ze daarna, dat die groep een beetje verspreid wordt. Aan deze stormbaanrace doen wel 17.000 mensen mee. Hoe kwam je op het idee om deze stormbaan te maken? Ja, ik heb zelf een achtergrond bij de mariniers, waar stormbanen heel belangrijk zijn om te trainen, om sterk te worden. En ik zag hoe groot dit soort stormbaan-evenementen werden in het buitenland. Dus toen dacht ik, dat ga ik ook opzetten in Nederland. En hoe is het nou om zo'n stormbaan te doen? Ja, want we willen tips. We moeten het straks ook doen. Ja. Bijvoorbeeld deze hindernis, hoe moeten we die nemen? Vol overtuiging natuurlijk. Plaats je voet erop, ren je door, spring je af en dan ga je door. Oké. Okay. Nou. Nu jij? Nou vriend. Gaan we. Dan gaan we. Kom op hè. Kijk hem gaan. Die ken zo. Yes. Oh, en vlak erachteraan. Ja, hartstikke goed. Jeemig. Hoeveel hindernissen heeft deze stormbaan? Ja, we hebben bij elkaar 35 hindernissen op het parcours. En dit is pas de eerste die je tegenkomt. Dus we hebben er nog een paar te gaan. En hoe heet deze hindernis? Ja, deze hindernis hebben we de Tutankhamon Steps genoemd. Omdat dit ook een piramide is die net zo groot is als de piramides in Egypte. Hij is echt 40 meter hoog. En die is ook echt gebouwd door de Egyptenaren? Nee, hij is volgens mij niet door Egyptenaren gebouwd. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker wie hem gebouwd heeft. Wat denk jij van deze hindernis? Ja, ik denk dat die wel pittig is, maar het is wel te doen. Oké, okay. Ik daag je uit. Ik vind het goed. Kenzo, moet je daar kijken. Go! Hey. Holy smoke! Niet goed? Hoe gaat het? Ja. Kun je nog wat zeggen? Ja hoor. Zwaar. Mogen ze gewoon aansluitend zeg maar neerleggen? Ja, gewoon strak tegen die andere banden aan. En doen ze dit ook in het leger? Ja, inderdaad. In het leger hebben we ook heel veel hindernisbanen waar je heel veel moet kruipen. En we hebben zelf met die banden die zo liggen en dat dak erboven, dat hebben we zelf bedacht, dat je op deze manier gaat kruipen. Ja, hoe ga je dit nou aanpakken, hè? Ik probeer ook al een aanloop te nemen. Niet te veel nadenken. Oké, dan gaan we. Zo. Die modder is nog niet echt goed verdeeld en sowieso is het nog een beetje gewoon harde klei. Ja, inderdaad. Dus nadat de eerste deelnemers eroverheen zijn gegaan, dan verandert dit echt in één groot blubberig maanlandschap. Ja, we zoeken altijd nog een paar eerste deelnemers die ons willen helpen, want dan is die pas echt af. Ja? Super. Nou, naar de start zou ik zeggen. En hoe overleef je nou zo'n stormbaan? Doorzettingsvermogen, samenwerken en trainen. Heel veel trainen. Daar gaan we! Thank you.
Jacco vraagt zich af. Hoe zijn mensen op het idee gekomen om het geld te betalen? Vroeger was er geen geld waarmee je naar de supermarkt kon om eten te kopen. De mensen verbouwden zelf hun groentes, bakten zelf hun broden en gingen op jacht als ze vlees wilden. Soms had jouw kip meer eieren gelegd dan je nodig had, terwijl de buurman juist superveel vis had gevangen. In ruil voor een vis gaf je de buurman 10 eieren en zo ontstond ruilhandel. Goed geregeld zou je zeggen, maar niet heus, want nergens stond hoeveel appels je moest betalen voor een lekker stukje vlees. Dus herrie in de tent. Er moest iets komen met een vaste waarde. Goud en zilver waren zeldzaam en geliefd. Je kon het makkelijk wegen en in brokjes verdelen. Het ideale ruilmiddel. In de middeleeuwen lieten koningen er munten van maken met een vast gewicht. En zo wist je hoeveel goud of zilver je in handen had. De munten kregen een vaste waarde en je wist precies hoeveel een brood kostte. Onze munten zijn nu niet meer van goud of zilver gemaakt, maar het idee is nog steeds hetzelfde. We hebben met elkaar afgesproken hoeveel een munt of biljet waard is. En voor dat bedrag kunnen we in de winkels kopen wat we willen. Vond jij deze animatie leuk? Ga dan naar de website, want daar staan er nog veel meer. Hallo, ik ben Emiel en ik ben 10 jaar. En mijn vraag aan Willem Wever is: hoe kan een wit lammetje tussen alle witte schapen zijn moeder terugvinden? Een schapenvraag. Eindelijk, wat ben ik daar blij mee, want schapen, dat zijn mijn lievelingsdieren. Echt. Ze zijn met veel. Ze maken behoorlijk wat lawaai, zijn ook koppig. Maar kijk eens hier, als ze klein zijn, hoe schattig. Is er iets schattiger als dit? De stapelverliefd. Alweer. Maar ja. Nederland was vroeger een echt schapenland. Nu is dat Australië. In Australië wonen zo'n 23 miljoen mensen en maar liefst 150 miljoen schapen. 150 miljoen van die wollige dieren. Schapen zijn ook prima grasmaaiers. Als een tondeuze knagen ze het gras af. Heide hebben ze ook graag. Als een schaap op zijn rug ligt, kan je best de dierenambulance bellen. Want op de rug liggen in het gras doen ze even graag als valschermen springen. Niet graag dus. Dat klopt niet. Dan is er iets mis met dat schaap. Het schattigste zijn natuurlijk de babyschaapjes of de lammetjes. Sorry, maar dat is wel zo. En deze hebben 5 maanden in de buik van mama gezeten. En ik mag ze nu lekker melkje geven. Maar de vraag was natuurlijk: hoe komt het dat schapen elkaar herkennen? Want ze lijken op elkaar, vinden wij. Ah, wel, als ze klein zijn, dan blijven ze lang en dicht tegen de moeder aan liggen. Ze krijgen dan ook de geur van de moeder. Ze herkennen de moeder. Dat is de moeder. Ze herkennen de geur van de moeder. En ze weten perfect welke geluiden de moeder allemaal maakt. We weten allemaal hoe dat klinkt. Het is een boze moeder. De moeder wil me eruit. En dat begrijp ik. Zo lief als de lammetjes zijn, is de moeder niet. Hé, kom eens hier. De lammetjes blijven dus lekker lang bij de moeder. Dicht tegen de moeder aan. Dan herkennen ze de geur. En ze weten perfect welk geluid de moeder maakt. En als de lammetjes dan wat ouder worden en ze gaan op avontuur, dan blaten ze. Nee. Dan maken ze het geluid van de moeder en de moeder antwoordt dan. En zo vinden ze elkaar terug. Ik geef je kleintje. Ja. Blijf ik zitten. Ja, kijk, die moeder is dus niet zo lief en schattig meer. Maar die is natuurlijk vooral bang, want die rare snuiter zit bij hun in de stal. En ik voel me niet meer helemaal op mijn gemak, want dat moederschaap heeft het niet op mij gemunt. Ik ben dan ook een heel lelijk schaap in haar stal. Ik ga eruit. Geef jij de fles maar zelf. Dag, lieve schaapjes. Dat was een boos vrouwtje schaap. Een ooi noemen ze dat, een vrouwtje schaap. En een mannetje schaap, een ram. En zo'n ooi kan duidelijk goed rammen. Terug bij de stormbaan. Jetske en Kenzo hebben het parcours opgebouwd. Maar nu moeten ze zelf aan de bak. En daar moet voor getraind worden. 2 naar beneden. 3 naar beneden. Nog even jouw vraag. Hoe kan je het beste een stormbaan nemen?
Door middel van goede warming-up, goede voorbereiding, hard trainen. Vier. En vijf. En het laatste. Probeer je kont zo laag mogelijk. Ja. En ja, zo eigenlijk met je ellebogen en knieën loop je. Nou, heel goed, Kenzo. En die kont zo laag mogelijk, hè. Want dat prikkeldraad, dat is niet fijn. Ah, meteen. Kijk dan, hé. Hier. Goed zo. Bijna. Kom op. Bijna. Als je hulp wil, moet zeggen. De Great Walls is een hindernis die je eigenlijk met z'n tweetjes moet doen. Want dat is ook een beetje het idee van die stormbaan, toch? Dat je het gaat niet om winnen. Nee, absoluut. Het gaat om samenwerken. Samenwerking is wel een vereist, inderdaad. Ik loop alvast naar de andere kant om jou op te pakken daar. Gaan we over schouder, hoor. 1, 2, ja. Ja, ik help jou. 1, 2, ja, goed zo. Oké. Okay. Oh. Oh, ik kan niet wel spieren. Ja, gaat goed. 1, 2. Hier hebben we de hele dag naartoe geleefd. We hebben het parcours mee helpen opbouwen. We hebben getraind. Zwaar getraind. We hebben wat hindernissen geproefd. Ja, ja. Maar nu gaan we echt beginnen. Ja. Ja. Hey, zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. Nou, 3, 2, 1. En start. Ja. Kom op. En help elkaar, hè. Moedig elkaar aan. Denk om de prikkeldraad met je hoofd. Denk om de balk. De twee varkentjes. Je lichaam lekker dicht bij de grond houden, Kenzo. Gaat het? Ja. Toch iets te snel gestart. Lukt het? Ja. Nou, top gedaan, hoor. Goed. Kijk, nou, hier zijn we bij jouw zelfgebouwde hindernis. Die kennen we. Succes. Die kennen we, ja. Zal ik anders proberen eerst te gaan en dat ik, mocht het jou niet lukken, optrek? Ja. Maar waarschijnlijk gaat het toch weer andersom dat jij mij naar boven trekt. Dus we zien het wel, ja? Lopen, 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 lopen. Goed zo. Heel goed. Oh. En dan? Ja, dicht op bij jou en dan je been erop. Heel goed, inderdaad. Heel goed. Kijk. Ja, heel zo. Goed. Top, man. Nou, jongens, top. Goed zo, Kenzo. Kom op, man. Super. Oh. 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 Dat is heel fris. Jeetje. Is het je? Oh. Nou, ja. Ik ben nat. Ja. Ik zal je geen high five geven. Doe maar gewoon. Oh, koud. Zo. Wow. Wow, daar is die. Hoe gaan we hem doen? Glijden, erop klimmen en dan zien we wel hoe we verder gaan. Ja, dat is goed. Daar gaan we. Vond je het zwaar? Dit gedeelte vond ik wel zwaar. Maar wel lekker. Heerlijk. He, warme douche. Zeker. Hoi, mijn naam is Keesia en ik ben 10 jaar. Mijn vraag is, hoe komt het dat de dauw op het gras ligt? Hele goede vraag, Kees. Ja, als je 's ochtends vroeg heel vroeg je wekker zet, dan kan het soms zijn dat je overal op het gras nog dit soort druppeltjes ziet. En dat is heel mooi, vooral als de zon er mooi op schijnt, lekker er allemaal pareltjes op het gras te zitten. Maar ja, waar komt dan toch al dat water vandaan? Dat water zit overal om ons heen in de lucht. Heel de atmosfeer om de aarde heen zit chockvol met water. En dat kan ik laten zien.
Die kan het water in de lucht zichtbaar maken met dit soort korrels. Dit wordt droogijs genoemd en dit is wel 80 graden onder nul. En daarom heb ik die handschoenen nodig, want als ik dit met mijn blote handen zou aanraken, dan zou mijn huid kapot vriezen. Dat is heel akelig en heel naar, dus dat gaan we gewoon niet doen. Maar met handschoenen is het goed te doen. Je ziet al een klein beetje rook van die korrel afkomen. Dat is geen rook, maar dat is water wat in de lucht zit. Nou, in mijn longen zit heel erg veel water in de lucht. Dus laat ik maar eens even kijken wat er gebeurt als ik die inblaas. Ik adem hier in die bak. Mijn adem wordt daardoor afgekoeld. En daardoor zie je het water in mijn adem. Al die witte rook is het water wat in de lucht van mijn longen zat. Hoe kan het nou dat wanneer je lucht afkoelt, dat het water eruit komt? En nog belangrijker, wat heeft dat met dauwdruppels te maken? Want daar ging die vraag over. Nou, om dat te begrijpen, moet ik even de pingpongballen erbij pakken. Want overal om ons heen, in de lucht, zitten luchtmoleculen. De lucht bestaat uit allemaal luchtmoleculen, allemaal luchtdeeltjes die zo'n beetje verspreid liggen. En daartussen zitten allemaal kleine hoeveelheden water. Nou, dat kan allemaal prima. Er is hier nu hartstikke veel ruimte. Maar ja, op het moment dat het koud wordt, gaan al die moleculen een beetje bij elkaar schuilen. En zo een beetje warmte bij elkaar opzoeken. En wat er dan gebeurt, is dat dat water ergens naartoe moet. Het moet ergens naartoe. En dat komt naar buiten en klontert samen in de vorm van kleine waterdruppeltjes. Nou, dat zie je in de lucht als wolken of in de winter in je adem zie je dat terugkomen in die witte damp. Dat zijn allemaal kleine waterdruppeltjes. Nou, stel je nou voor dat het in de nacht koud is geweest en het gras is heel erg afgekoeld en daar waait mooie, warme, vochtige lucht overheen. Dan koelt het af bij dat gras en dan wordt dat water klontert samen in waterdruppeltjes en gaat zitten op het gras. En dat is nou waar de dauw vandaan komt. Rechts. Beneden. Rechts. Naar links. Dit is Diane. Ze is 10 jaar oud. Ze houdt enorm van lezen en van volleybal. Dat is ook niet. Dit heeft alles met jouw vraag te maken, hè? Ja. Wat is jouw vraag? Hoe wordt een bril gemaakt? Waarom wil je dat zo graag weten? Omdat ik zelf ook een bril draag en ik wil het verhaal achter mijn bril weten. Kijk, hier hebben we een rek met allemaal materiaal. En hier worden dus brillen uitgemaakt. Dit is het begin van een bril. Dit is het begin van een bril. En hier gaan we dus een strookje van maken. Hier gaan we een plakje uithalen. En uit dat plakje gaan we jouw bril frezen. Haar bril? Haar bril. Hoe bedoel je? Krijgt zij een bril? Zij krijgt een bril. Dus je gaat je eigen bril maken? Zo. Dus dit wordt mijn bril? Ja, dit gaat jouw bril worden. Zullen we eerst eventjes dat kleine plaatje. Een veiligheidspinnetje opzetten. Is dit genoeg materiaal voor een hele bril? Dit is genoeg voor het voorstuk. Okay. Hier maken we het voorste gedeelte van. Die doen we hierin. Kijk, wat hij nu gaat doen. Hij gaat nu de gaten erin frezen. Maar hoe heet die machine nou welke vorm die moet uitsnijden? Dat is geprogrammeerd in de machine. Dit is nu jouw bril geworden. Hij is heel mooi. Nu al? Ja. Nou, Hans, goed bezig. Dit is het voorstuk en bij deze machine aan de overkant, daar gaan we de veren maken. Veren? Pootjes zul je bedoelen. Want zonder veren blijft hij niet op je neus staan. Kijk, hier is de veer. En wat we nu gaan doen, is deze wapening, die gaan we hier inschieten. Als we nu buigen, dan blijft hij zo staan, omdat hier, zie je, een metalen wapening. Zie je, die komt er zo in. Zit er in mijn bril ook een wapening? Ja, in jouw zit ook een wapening. Kijk maar, hier zit hij. Zie je? Je ziet het scharniertje. Maar ik zie haar wapening niet. Nee, dat is omdat het een bedekte kleur is. Met enorme kracht wordt de wapening in het pootje geschoten. En nu hebben we een veer met een wapening erin. Als je hem nu buigt, zie je, nu blijft hij staan.
Dit is de enige monturenfabriek in Nederland. Klinkt wel slim zo, hè? Ze maken niet alleen een bril voor Diane, maar ook voor grote internationale sterren. Kijk eens wie we hier hebben. Snoop Dogg? Ken ik niet. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. The pimps in the crib, man. Drop it like it's hot. Hij heeft dus gewoon deze bril op. Klinkt wel stoer. Terug naar de roze bril van Diane. Alle onderdelen van het montuur worden in deze trommel gestopt en daarin zitten deze rare dingen. Dus dit hout en dit steentje, dat schuurt als het ware zo tegen die bril aan. Dat schuurt tegen die bril aan. Het montuur gaat 3 dagen lang van de ene naar de andere trommel en daardoor gaat het montuur steeds mooier glimmen. Dat heet polijsten. Pak hem maar uit. Ja. Zie je het verschil nu? Ja. Zie je, in 3 dagen is hij van hier naar hier gegaan. Zie je, hij glimt, hij is niet scherp meer. Mm-hmm. Nou, en wat nu de bedoeling is, is dat je hem zo eventjes erop schuift. Doet het een beetje goed? Ja, dat gaat heel goed. Nou, nu nog de laatste bewerking. Dat is het polijsten. Zie je hier? En is dit nu het eindresultaat? Niet helemaal, hè, Hans? Nee, er mist nog iets. Er ontbreekt nog iets. Iets vrij essentieels, hè? Ja, want nu kan je er nog niet door zien. Nee. Wat heb je nog nodig? Glazen. Nou, dit zijn glazen worden dat. Dit noemen wij een halfklare blink. Dat wil zeggen dat de buitenkant is al klaar. Er zit een folielaagje overheen om de beschadigingen tegen te gaan. En dan wordt aan de binnenkant maken we jouw sterkte erin. Haar sterkte zit er dus niet in. Zit er nog niet in. Is dit nou glas? Wij noemen het kunststof. Oh, het is helemaal geen glas. Het is geen glas. Hoe komt de sterkte in dit glas? Nou, wij hebben een computerprogramma die exact berekent wat er nodig is om jouw sterkte te maken. En die wordt daarna netjes in het glas geslepen. Maar dan moet wel eerst de sterkte van haar glazen worden opgemeten. Dan mag je hem weer op de band zetten. En dan pak hem even, mag je je montuurtje eruit halen. En dan gaat hij zo door naar de generator. Wat gaat dat ding doen? Nou, nu kan je zien, ik weet niet of je erbij kan. Maar nu gaat hij hem dus op dikte maken en op sterkte. En dat gaat zo. De bijtels slijpen het overtollige glas eraf, zodat de glazen precies de goede dikte krijgen en ook de juiste sterkte. Nou, dan mag je hem pakken. Hierna is je een stukje minder zwaar, hè? Hier kan ik nog niet doorheen kijken. Nee, natuurlijk niet, Eschouette. Er zit nog een dop voor, gekkie. Als je er flink op slaat, moet je eens kijken wat Diane ziet. Nou, zie je wat? Ja. Nou, dat is een goed teken. Goed zo. Hoe komt dat glas nou in mijn bril? Nou, dan gaan we de glaasjes overzetten in een wit bakje. En dan gaat die de machine in en die slijpt hem helemaal in vorm. Dus die machine die snijdt het glas in het juiste formaat? In het juiste formaat van dat montuur. En dan past hij er helemaal in? Ja. Dit is hem? Dit is hem. Gaan we monteren. De laatste fase. De allerlaatste stap. Dan erin drukken. Examensplit. Het moment van de waarheid. Ben je er klaar voor? Ja. Nou, doe je bril maar op. Doe je ogen maar dicht. Doe ze maar weer open. Kan je me zien? Ja. Echt? Ja. En? Hij staat leuk. Ben je er blij mee? Ja. Ah, dan heb je nu een echte Willem Weverbril. Wil jij nog meer Willem Wever? Ga dan naar de site. Later!